Oké, dames en heren, terwijl de volgende band aantrekt, moet ik u nogmaals allemaal hartelijk welkom heten namens 100 derde donder, jazeker, 100 jaar het eeuwfeest van de Zuilwerk. En ik ben gruwelijk blij dat ik vanavond hier mag staan. Ja, ik ben weer terug in de Zuilwerk. Na 35 jaar geëmigreerd te zijn geweest naar Wilders. Dus ik vind het fijn om hier te staan, fijn om hier te zijn. Dames en heren, voor jullie komt zo dadelijk een prachtige band. En daar is een gelegenheidsband, alleen samengesteld door enkele mensen. En stel ik dadelijk voor, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Zuilwerk. En als ik zie wat de Zuilwerkse mensen allemaal voor elkaar krijgen, ik heb het straks al een keer herhaald, dan stel ik er echt versteld van. Jaren voorbereiding, maar ook een geweldig resultaat tot nu toe. Ik moet erbij zeggen dat het weer ook meegewerkt heeft. Hè? Zeker onze lieve heer die ook een beetje nagedacht aan al die regenbuien op tijd laten komen, op tijd laten vallen, niet tijdens het fietsen. Maar wel, als we allemaal weer binnen waren ergens, om iets eerder dan het mooiste te kijken. Schitterend, de fietsstok, eigenlijk alles. Alles is mooi geweest. Maar nu, dames en heren, ze zijn er klaar voor. Ik moest er maar vol over zes dingen bij. Ja. Dan had ik uiteindelijk voor betaald, zeg je die dingen bij. Ik zei ja, dat is mooi. Dames en heren, wat ik al vertelde, je moet even luisteren. Je moet even gewoon even luisteren. Deze band is speciaal samengesteld voor het eeuwfeest van de Zuilwerk. Op initiatief van Leo Kolen, hier is hij. Ja, van de yes. En Tony de Korte. Tom de Korte, ja zeker ook. Ik heb gezien, de moeder de kracht ook aanwezig is, en twee zussen van Tony hebben gezien. Die zijn in steek veranderd, niks, helemaal niks. Lieve jongen, maar ik wil even voorstellen, de zeven natuurlijk, de Pottery Bakers. Ja, of nou de Pottenbakkers, de Pottery Bakers. Dames en heren, op gitaar is aan Rini Mullenwijks. Yeah. Op drums, dit is een keer een wasbord, ja, een elektrisch wasbord, nooit gezien. Nou, als jullie elektrisch wasbord. Natuurlijk op de banjo en natuurlijk op gitaar. Tony de Korte, zoon van Mies de Korte, fietsmaker. Ik heb het allemaal wel. He. Ja, zeker. En hier, dames en heren, daar is geen Willems en geen apparaat bij. Als je er aan kunt, dan mag je overdoven de herrie. Maar als je er niet aan kunt, doet hij niks. Oké. Dan wil ik, last but not least, even iemand van deze plaats toch wel even een keer bedanken. En dat is degene die een aanzet tot deze avond. En daar is geweest de organisator van de aanzet van deze avond, Lorenz van de Bergmortel. Lorenz, namens ons allemaal nog hartstikke bedankt voor de aanzet van deze avond. Applaus alsjeblieft. En dan wil ik toch de volgende, die noemt zijn eigen manager of projectleider van 100 derde donder. Dames en heren, Hanneke, kom eens even naar voren. Die heeft bloed, zweet en tranen gezweet. Ja, om het allemaal weer verder terug te zetten. Maar het resultaat is er. U bent er allemaal. We zijn er allemaal, alle muzikanten zijn er. Dus het kan eigenlijk niet meer kapot. Hanneke, voor al dat werk. Ik zou zeggen, we hebben het prachtig gedaan. Schitterend, heb je ons allemaal uitgenodigd op een vergadering. En dat was af en toe wel eens niet zo.